gemeente van onze Heer Jezus Christus, levensbouw, de bouw van ons levenhuis, allemaal zijn wij daar druk voor in de weer. Wanneer we jong zijn, dan hebben we zo allemaal wel onze plannen en onze idealen. Ja, tenminste dat we geen zoutzakken zijn. En dan willen we wat van ons leven maken. Al weten we misschien niet eens nog precies wat we willen worden. We weten toch wel dat het moet wat worden. We hebben zo toch wel onze ideeën. We willen het leven door. En wat in het leven bereiken. En als we ouder worden, dan blijven we bouwen. Dan houden we nog wel onze plannen en idealen. Ook wanneer wij de een vroeger dan de later uit het gewone werk raken, met pensioen gaan, met de militaat gaan, dan krijgen we vaak tijd en gelegenheid voor dingen die we altijd graag hebben willen doen, maar waar we nooit aan toegekomen zijn. Ik geloof dat we het wel zo kunnen zeggen, broeders en zusters, dat leven bouwen is. En direct wanneer dat er af is, wanneer er helemaal geen plannen en helemaal geen idealen meer zijn, nou dan, dan kwijnt dat leven weg en dan schrompelt dat leven in en dan wordt het eigenlijk nog maar een klein beetje vegeteren. Levensbouw mag. Levensbouw moet. Levensbouw is scheppingsopdracht. Maar dan zullen we het dan wel goed toe moeten zien hoe wij bouwen. Wat wij bouwen, maar vooral ook op welk fundament wij bouwen ons levenshuis. Wel gemeente, daarvoor geeft de Heer Jezus Christus ons aanwijzing in het woord van onze tekst. De Heer Jezus Christus waarschuwt ons hier indringend dat wij toch ons levenshuis moeten bouwen op een vast fundament. En dan wijst hij ons dat een vast fundament voor ons levenshuis nodig is, maar ook wat dan het enig vaste fundament voor het levenshuis is. En dat wil ik u vanmorgen dan prediken. Die waarschuwing, die indringende waarschuwing van de Heer Jezus Christus, toch ons levenshuis te bouwen op een vast fundament. De Heer Jezus laat ons hier zien dat een vast fundament voor ons levenshuis nodig is. En ook wat dan wel dat enig vaste fundament voor ons levenshuis is. Wel gemeente, de meeste mensen zijn er voor alle dingen, of alleen maar op uit, om van hun levenshuis een geriefelijk huis te maken. Ze willen graag goed wonen, prettig wonen. En daarbij gaat het hen dan vooral om de hele leefsfeer waarin zij verkeren. En de idealisten die pakken dat dan allemaal heel grootschalig aan. En hen gaat het dan vooral ook om de leefbaarheid van de hele wereld. Daarvoor zijn dan allerlei milieuorganisaties heel erg actief. Natuurbeschermers en zo. Pakken heel veel goeds van te zeggen. Als ze maar met die natuur en met het milieu geen afgoderij gaan bedrijven.
Maar het gaat er dan om dan van die hele wereld een comfortabel levenshuis te maken, waarin alle mensen als broeders samenwonen in vrede en welvaart. Anderen, en dat zijn wel veruit de meeste mensen, die zien het allemaal een beetje kleinschaliger. Die zijn er alleen maar op uit om van hun eigen leven zoveel mogelijk te maken. Nou, en dat lukt de een dan beter dan de ander, maar helemaal afgedacht van wat er dan in het leven bereikt wordt, globaal genomen kunnen we zeggen dat het de meeste mensen alleen maar gaat om het leven hier en nu. En daarvoor moet dan de economie weer aangezwengeld worden. En daarvoor moeten de kernwapens de wereld uit. En daarom moet er ook gewaakt worden voor overbevolking, dat de gezinnen niet te groot worden, want dan wordt de spoeling veel te dun. Dan blijft er voor jezelf niet genoeg meer over, dan kun je zelf niet genoeg uitleven, dan worden kinderen worden maar hinderen. En dan wordt daarbij de abortus gebruikt en dan doodt men de kinderen die niet gewenst zijn. Of men gaat op die manier een soort gezinsplanning toepassen. 1 kind, 2 kinderen, maar meer mogen niet komen. En precies wanneer men ze zelf hebben wil, niet te vroeg. Eerst een paar jaar zo voor het leven genieten, dan mag er een kindje komen, maar vooral niet te veel. Dat wil men allemaal precies in de handen houden. Zelfs de hele moderne theologie, gemeente, is eigenlijk daarop ingesteld, horizontalistisch. In de moderne theologie gaat het ook tenslotte om een hemel hier op aarde. Van een hemel hierboven wil men niet weten, nee, de hemel en de hel is hier. En de hel, dat is dan een ellendig leven, en de hemel, nou, dat is een soort paradijs, een leven in vrede en in welvaart, waarin alles gelijkelijk een beetje verdeeld wordt, dat er niemand tekort komt en zo. Een paradijs, maar een paradijs zonder God. De moderne theologie heeft God tenslotte niet nodig. De theologie heeft God niet nodig. Alleen God moet ons een paradijsje geven hier op aarde. Maar stel ons even, gemeente, dat we dat hebben, hè? Dat inderdaad gelukt om die economie weer aan te zwengelen, dat er weer een nieuwe periode van welvaart komt. En dat de kernwapens de wereld uitgaan, en niet alleen de kernwapens, maar ook alle andere wapentuig. En dat wij zelf slagen in het leven, hè? Dat we daar een riant levenshuis weten op te bouwen. Wat hebben we dan? Als dat alles is. Als alle aandacht uitsluitend besteed wordt aan de bovenbouw van dat huis. En de inrichting, de comfortabele inrichting daarvan. Maar als dat huis geen fundament heeft. De eerste vraag is niet, hoe ziet dat huis eruit? En wat zit er allemaal wel niet in? Maar wat zit er onder? Wat is het fundament van dat huis? Het is toch dwaas kapitalen te steken in de optrek van een huis, in het aanzien van het huis, in de inrichting van het huis, zonder te letten op de fundamenten, op de bouwgrond waarop men bouwt. De mooiste villa zonder goed fundament is in een mum van tijd een bouwval. Staat zomaar op instorten. Zo'n huis verduurt geen tijd. Tijden. Laat staan de eeuwigheid.
En daarvoor zijn wij toch geschapen, broeders en zus, jongens en meisjes. Niet maar voor deze tijd, maar voor de eeuwigheid. En ons levenshuis zal die eeuwigheid moeten verduren. En wat is dan vergeleken bij die eeuwigheid, een lang leven, zeg maar een leven van 80 jaar, 90 jaar, maak er 100 jaar van. Tjonge, wat een leeftijd, hè? Wat een eind, 100 jaar, ja. Wij verkijken ons daarop en wij verwachten daar alles van, maar dat is maar een druppeltje op een gloeiende plaat, vergeleken bij de eeuwigheid. En kijk, gemeente, broeders en zus, jongelui, tegen die dwaasheid waarschuwt ons de Heer Jezus hier indringend. En ik gebruik daarvoor het voorbeeld van twee mensen die beide gaan bouwen. En die een die gaat bouwen zijn huis op een rots. Maar een ander die gaat zomaar op een zand bouwen. Dat is uiteraard een beeld ontleend aan die omgeving waarin de Heer Jezus toen verkeerde, daar in het land Palestina. Want wij zeggen zo tegen elkaar, nou, als je op zand gaat bouwen, als je eerst maar een stevige zandlaag bereikt, ga dan je gang maar. Heb een stevige ondergrond, bouw maar op zand. Zie je dat je op een zandlaag bouwt. Plaatsen als Emmeloord en Dronten en zoiets in de polders, daar hebben ze eerst een heleboel zand gespoten. Hele zandplaten gelegd, nou kom op gebouwd en je moet op zand bouwen. Ja, maar in Palestina ligt dat wel een klein beetje anders, want daar is globaal genomen de bodem heel erg rotsachtig en op die rotsbodem ligt dan een wat dikker of dunnere, rullere zandlaag. Als men daar stevig wilde bouwen, dan moest men door die zandlaag heen graven tot men de rotsbodem bereikt had. En dan komen daar op die rotsbodem, daar komen de fundering leggen van het huis. Wij zouden dus, om naar onze eigen situatie dat beeld eventjes te wijzigen, kunnen wijzen op het bouwen op veengrond. Wie daar zomaar op slappe veengrond gaat bouwen, nou, die heeft geen goed fundament. Dat duurt niet zo heel erg lang, dan gaat dat huis, dat gaat wel scheef trekken, dat gaat verzakken. En er komen hier scheuren en daar wordt het scheef en zo. En dat kan ook heel gauw een bouwval worden. Maar die vergelijking gaat toch niet helemaal op, want die scheuren die zie je trekken, hè. Dat gaat scheef zitten en heb je altijd nog wel tijd om voordat dat gebouw in de kast zakt eruit te trekken. Dat is niet zo levensgevaarlijk nog direct. Maar zoals de Heer Jezus die situatie tekent, dan voltrekt de ramp zich onverwacht en heel plotseling. Stel je maar voor, als daar de slagregens vallen, slagregens, en die komen als bandjerachtige stromen van die berghellingen en van de heuvelhellingen afstromen. Die spoelen dan dat losse zand onder die muren weg. En als het nog begint te stormen, dan heb je de poppen aan het dansen. Dat is zo gebeurd. En het meest monumentale huis, dat stort er als een kaartenhuis in elkaar. In een mum van tijd. Wij zouden dat nog het beste kunnen vergelijken met een dijkdoorbraak. Zoals we dat een 30 jaar geleden gehad hebben. Februari 53 in de vooral in Zeeland. Bij de springtij, hoogspringtij. Een dijkdoorbraak kwam en dat zeewater, dat stortzee door dat gat. En alles wat dan in de weg van het water komt, wordt weggespoeld. Iets dergelijks heb je daar. Als een huis op zand gebouwd is en dat zand dat spoelt onder de muren weg. Mij dunkt, gemeente, de waarschuwing van de Heer Jezus duidelijk. En indringend. Zullen wij die waarschuwing dan ook goed ter harte nemen?
hebben wij zelf tot nu toe wel genoeg aandacht besteed aan dat fundament van ons levenshuis? Opbouwen wij ook zomaar wat? Gaat het ons ook alleen uiteindelijk maar om een geriefelijke woning en om een comfortabel leven, om van ons leven hier en nu wat te maken, wat schatten te vergaderen en er ook van te genieten en zo? En broeders en zussen, besteedt u als ouders daar wel genoeg aandacht aan bij de opvoeding van uw kinderen? Wat vindt u voor uw kinderen het belangrijkste? Dat ze jong zijn om maar wat van het leven kunnen genieten. Daarvoor zijn ze maar jong. En dat ze dan straks een goede plaats krijgen in de maatschappij. Als het kan een beetje verder brengen dan u het gebracht hebt. Of is voor u het voornaamste het leggen van een vast fundament onder hun levenshuis? Ik heb er eens meegemaakt in mijn pastorale dienst dat toen in september de catechisaties weer begonnen, een jongen van zijn jaren 15, 16 niet opkwam dagen. Ik er natuurlijk heen, van de moeder thuis. Ja, dominee, dat is wel heel erg jammer. Maar die catechisatie van u, die catechisatieavond van u, die heeft hij net een cursus. En die cursus kan hij niet missen. Want dominee, dat is voor later. Ik zeg, oh, is dat voor later? En de catechisatie dan? Dat is niet alleen voor later, maar dat is voor vandaag en voor morgen en overmorgen moet het hele leven en het is voor de eeuwigheid. U begrijpt wel, broeders en zusters, als ouders daar zo tegenover staan, dat zij de cursus voor het beroep hoger schatten dan de catechisatie. Wat doen de jongens dan zelf? Wat gaan zij dan het meest waardevol achten? Ik begrijp best dat die knap die cursus graag wilde volgen. Nou, ik ook moest volgen. Was hij maar bij mij gekomen, maar kijk, dominee, die catechisatieavond is net een cursus, ik wil zo graag die cursus volgen. Dan zeg ik, joh, kom maar een andere tijd, kom op zaterdagmorgen, daar vinden we, daar passen we altijd de mouw aan. Jij kunt op catechisatie komen. Daar zorg ik wel voor. Maar nee, dat was niet nodig, die cursus ging voor. Dat kan niet, hè. Dat stempelt, broeders en zusters, dat stempelt het leven van onze kinderen. Hoe wij als ouders staan tegenover de dienst van de Here en wat wij voor onze kinderen het belangrijkste achten. Wij hadden vroeger thuis, in mijn ouderlijk huis, in de huiskamer, boven de schoorsteen, een tekst hangen. Heb je tegenwoordig bijna niet meer. Toen nog wel. Er was een tekst die mijn moeder zelf geborduurd had. Op stamien, rode kruissteentjes. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin. Dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Het was geen sierlijke tekst. Heel gewoontjes. Maar het was de wens van moeder. En van vader net zo. Wat wij wilden worden, was vers 2. Als wij maar de Here wilden dienen. Broeders en zusters, dat heeft ons leven gestempeld. En zet u ook zo'n stempel op het leven van uw kinderen. Laat dat voor u het voornaamste zijn. Dat uw kinderen de Here dienen gaan. En leidt u ze daarbij met vaste hand. Vooral door dat zelf beleven van het geloof, hè.
Door het dicht leven bij de Here en daar ernst mee te maken in uw eigen levenspraktijk. Maar u bent er niet klaar mee. Broeders en zussen, wanneer u zorgt dat uw kinderen een gereformeerd onderwijs krijgen. En dat ze trouw naar de catechisatie gaan, direct wanneer de catechisaties beginnen, totdat de catechisaties eindigen. Natuurlijk doet u dat als ouders. Maar daar bent u niet klaar mee. U zult zelf de vinger bij de pols moeten houden. En ze moeten begeleiden. Intens met uw kinderen meeleven. En zorgen dat er altijd bij u openheid is. En dat u altijd tijd voor ze hebt. En als u geen tijd hebt, dan maakt u maar tijd voor ze. Want ze hebben uw aandacht ten volle nodig. Ze hebben de liefde van uw hart nodig. Ze hebben uw liefde tot de Heere nodig. Om zich daaraan te spiegelen en daardoor gestuurd te worden. Broeders en zusters, let toch op het fundament. Waarop het levenshuis van uw kinderen gebouwd wordt. U draagt als ouders daarvoor een hele zware verantwoordelijkheid. Maar jongelui, jullie zelf ook. Denken jullie daar wel aan, bij alle plannen die je maakt. En bij alle idealen die je hebt. Staat dat ook voor jullie zelf wel voorop? De toerusting tot de dienst van de Here. Jullie moeten maar niet wat van je leven willen maken. Maar het eerste en het voornaamste is, jongelui, het fundament waarop je levenshuis bouwt. Dat geldt voor je hele ontwikkeling. En dat geldt voor wat je worden wilt. Hoe je je leven wilt ontplooien. Van alle dingen. Ik noem zomaar wat. Wat gaat bij jullie voorop? Sport. Voetbal. Het zij je er zelf aan meedoet, of dat je er naar kijkt voor de televisie of zo, of de catechisatie. En het studieverenigingswerk. En jongelui, wat lees je? En naar welke muziek luister je? Welke norm leg je daarvoor aan, voor wat je leest en voor waar je naar luistert? Of leg je misschien helemaal geen norm aan? En lees je maar wat los en vast is? En luister je maar naar wat lekker in het gehoor ligt. En dat geldt vooral ook, jongelui, wanneer je connecties aan gaat knopen. Als jongen met een meisje. Als meisje met een jongen. Om zo mogelijk later samen te gaan trouwen. En samen een huis te gaan bouwen. Dan moet dat niet het laatste zijn, maar dan moet dat het eerste zijn. Op welk fundament gaan we bouwen? Bouwen wij wel samen, kunnen wij wel samen bouwen op één fundament? Dat zou toch moeten? Anders krijg je toch nooit een degelijk huis? Jongelui, denk aan de indringende waarschuwing van de Heer Jezus. Hier, in dit schriftwoord. Nee, het leven, dat is geen idylle. Het leven is geen sprookje. Dat je zelf net zo mooi kunt maken als je maar wilt. Je moet ook rekenen op slagregens. Stormwinden. Waterstromen, slagregens. Stormwinden, dat is hier de samenvatting van alles wat ons levenshuis ondergraven en ruïneren kan. En er kan zijn allerlei tegenslag, kan zijn zonder werk raken, maar helemaal maar niet aan de slag kunnen komen. Kan zijn ziekte, nood, gehandicapt zijn, dood. Maar
Broeders en zus, jongelui, kunnen ook zondekrachten zijn. Zondekrachten die in ons losprikken. Het meeste leed en de grootste ellende doen wij onszelf en doen wij elkaar aan. Hoeveel leven, hoeveel geluk wordt daardoor niet geruïneerd. Ik denk nou bijvoorbeeld aan de vele ontwrichte gezinnen, de kapotte huwelijken. Dat duizelt, wanneer je daarvan hoort zijn. Hoe bestaat het dat de mensen zo weinig kunnen hebben en zo weinig kunnen geven? Dat is allemaal gevolg van de ik-cultuur. Ik, hè?